Goeiedag, afgelopen nacht is een warmtefront over het land getrokken. En daarachter zit hele vochtige, maar ook zachte lucht. En daarmee hebben we vandaag dus te maken. In die vochtige lucht veel bewolking vandaag, dus wederom een wat grijzige dag. En af en toe is misschien die bewolking ook net dik genoeg om toch een drupje lichte regen of motregen los te laten. Maar de hoeveelheden zijn minimaal. Nou, daarbij dus ook weer wat hogere temperaturen ten opzichte van gisteren. Het kwik komt uit op zo'n 8, 9 graden. Alleen in de omgeving van Limburg is het nog een graadje frisser en daar dan zo'n 7 graden vanmiddag. En daarbij ook iets meer wind in opzichte van gisteren vanuit het westen noordwesten landinwaarts meest matig maar met name in het noordwestelijk kustgebied af en toe eventjes een windkracht 5 of wel vrij krachtig. Nou, vanavond en vannacht weinig verandering. Het blijft tamelijk bewolkt en af en toe gaat er ook nog een drupje regen vallen. Morgen overdag dan passeert een koufront en dan gaan er wat meer buien vallen. Misschien tussendoor net even een knipoog van de zon, maar het is allemaal niet zo heel veel. En daarbij nog steeds een graad of acht. Ook zondag buiig weer met dus verspreid een aantal buien. Misschien in de loop van de dag een knipoog van de zon, maar het is ook wederom niet veel. De bewolking heeft op beide dagen de overhand. En er staat ook weer net iets meer wind vanuit veelal westelijke richtingen. Nou, na het weekend wordt het iets wat rustiger. Maandag op de meeste plekken droog. En dan ook af en toe een gaatje voor de zon. De temperatuur komt dan uit op een graad of 7. En de dagen daarna ja, krijgen we toch weer dat bewolkte weertype. met af en toe een beetje lichte regen of motregen. En de temperatuur daarin verandert nauwelijks iets.